old. He's an old gentleman. He's about 87. Probably on the other side. This is the stage door. Yeah, yeah. I asked him to come to the stage door. Did you find him? No, not yet. But apparently he's in the building. Dit wordt ingewikkeld. Meneer Van Beinum? Met Michael Gieler. We hadden e-mailcontact. We hadden afgesproken bij de artiesteningang om 6:00. Ik zal proberen naar u toe te komen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik ga het even proberen. Bedankt. Dan zie ik u zo. Dag. Fijn dat u er bent. Ja, geweldig. Wilt u meekomen? Ja, kan dat? Ja, zeker. Ik heb geprobeerd om door te stoten naar de artiestenafdeling, maar ik heb geen toegang. Als u in mijn studeerkamer komt, dan ziet u tekeningen van Eduard, van mijn vader en foto's van het concertgebouw. Dan zit ik in mijn verleden. Ja. Ik ken die vioolconcerten. Mijn vader was violist en die studeerde altijd met Bruch, Mendelssohn, Chaconnes van Bach en Tchaikovsky. Ja. Zo, ik hoorde al die concerten, want mijn kamer was naast zijn studeerkamer. Ja, 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 ja. Zo, maar het is wel een klein beetje dramatisch, omdat Van Beinum tijdens de eerste van Brahms zijn hartaanval krijgt op het podium. Ja, ik heb wel een beetje een hoorprobleem, maar ik hoop toch dat ik die speciale kleur van het concertgebouworkest vanavond nog kan horen. Ja. We gaan gewoon ons best doen, maar u moet het aanvullen met uw geheugen van vroeger. Ja.